Wanneer we kijken naar alle nieuwe dingen die EA heeft toegevoegd in de Ultimate Team Mode, blijft voor mij de favoriete toch wel Squad Building Challenges. Het enige probleem wat EA heeft, is dat ze nooit eigenlijk een vaste lijn hebben qua prijzen. Je hebt een paar SBC's die zijn super goed op papier en kosten dan misschien 50k. En dan heb je anderen die er ziek goed uitzien en waar je dan gewoon anderhalf miljoen coins voor betaalt. Zo hebben we aan de ene kant van het spectrum gehad dat je Zlatan kon halen. Een kaart die nu nog door letterlijk iedereen, behalve mij, gebruikt wordt in de Weekend League. En die met 200k kostte. En dan heb je aan de andere kant een Insigne die een in 90 algemeen spits was. Waar je ongeveer 1,1 miljoen voor kwijt was. Vandaag hebben we alleen iemand die een beetje in het spectrum past van Zlatan Ibrahimovic. Ik heb al een aantal coins verdiend vanwege deze SBC, doordat ik een aantal 33 gegevens heb verkocht. Ik sta momenteel op 111k. Ik heb 20k verdiend door al deze 33 redenes voor bakken met geld te verkopen. Vooral deze had dan voor 4.5k verkocht en voor 900 coins gekocht. Dus was het nog best wel fortuinlijk dat ik die in mijn club had. En ik heb verder de hele SBC gehaald met vrijwel alleen maar spelers uit mijn eigen club. Het kostte me 5k. We gaan maar snel naar de speler in kwestie. Dat is namelijk een van de nieuwe live items, Alexandro Baluta. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit van deze speler gehoord. Het is een 35 graden live kaart. Dat betekent dat wanneer zij verder gaan in de Europa League... ...dat ook deze kaart geupgraded gaat worden. Nu is er één klein probleempje. Slavia Praag moet tegen Chelsea. De kans dat ze doorgaan is dus vrij klein. Maar goed, de kans bestaat er altijd voor. Hij heeft 4 sterren skills, 4 sterren week foot, hoog work workweight... ...met best wel aanzienlijk goede stats. 99 lenigheid met 96 balans met nog 72 kracht. Achterduidelijk vermogen, goede dribbling... Heel goede afmaken, prima passing en ook 95 pace. Het enige probleem is 1,66 meter. Misschien vraag je je af, Matthijs, waarom moet je dan in aan deze kaart halen? Om twee redenen. Ik haal eerst even een andere kaart bij. Het is natuurlijk niet één op één te vergelijken. Maar kijk eventjes naar de stats van Neymar vergeleken met de stats van Baluta. Dan zie je hier dat Baluta eigenlijk bijna dezelfde stats heeft als Neymar. Losstaand van de sterren skills en vijfsterre weak foot. En dat voor het tweede pluspunt een prijs... Van nog geen 15k. Je moet een 23-rede team inleven met 5 zeldzame spelers. En that's it. Het is echt niet normaal hoe goedkoop deze kaart is. Terwijl aan de andere kant bijvoorbeeld Fauzi Gulan toch weer ongeveer 180k kost. Is ook een live kaart, moeten tegen Arsenal. Dus om maar de vraag of ze doorgaan en of je nog geupgraded wordt. Maar gulan vind ik dan een stukje minder goed. Vergeleken met deze Baluta, die voor 10 tot 15k echt oprecht niet te missen is. Ik heb dus ook de volgende kaarten ingeleverd. Vrijwel alles had ik al in mijn club. Ik hoefde maar een paar spelers te kopen. Adan heb ik dus van 900 coins. Susan moest ik wel kopen voor 2.4k. Victor Ruiz ook voor 17 En tot slot Savic ook voor 2.6k. Maar als je deze bijvoorbeeld in je club had, was je ook heel rijk geworden. Want deze kon je ook gewoon van 900 coins kopen. Voor de rest heb ik al deze spelers op mijn club met. Dost van 750 coins. Vasquez al um, untradable. Daarnaast heb ik Banega, Guardado, Casillas... Maar in de Spits nog Adoriz en Gerard Moreno allemaal voor maximaal 1000 coins gekocht. Of ze waren al aanwezig in mijn club. En daarmee krijg ik dus Baluta voor een totale prijs van 5. Ik herhaal, 5k. Het is niet normaal, een 35 Ik special card voor 5k. Wat ook eens een live item is, want gezien Chelsea momenteel niet heel goed presteert. Is het de beste kans dat Slavia door kan gaan. Een kans van 5% weliswaar, maar hey, het kan altijd. Kijken naar die stats. Ook live item. Dus. Een live kaart. Al met een mooi dynamisch plaatje. Heel erg goede stats. We gaan maar eens kijken in Division Rivals. Of hij een beetje goed is. We gaan hem testen. Voor een potje. En kijken of hij daar mee kan doen. Met de 1. Nogmaals. Het is wel de Visie 1. Dus het is wat een best lastige pot. Wij wil graag kijken of Baluta. Een beetje mee kan doen. Met de grote jongens. En als dat niet zo is. Van ja, voor 5k. Kan je hem net zo goed nog gewoon een keer inleveren of zo. En dan ben je nog eigenlijk niet heel duur uit. Eigenlijk kan ik vooraf al zeggen dat Baluta de coins helemaal waard is. Want voor 10k. Moet je eigenlijk deze kaart gewoon halen? De goedkoopste 25 RAID. Het is überhaupt al gewoon 10, 12k of zo. Dus ja, als je dan een special item voor die prijs kan halen. Dan moet je dat natuurlijk altijd doen. Want u weet is hij wel goed. Hij heeft op red ook gewoon goede stats. We zagen het net al met vier sterren skills, 4 sterren weak foot. 99 lenigheid kan heel goed zijn. Het enige probleem zal denk ik zijn lengte een beetje zijn. Maar we gaan eens dus kijken in game hoe dat. Zijn uitwerking gaat hebben. We gaan Sniper erop zetten. Waardoor zijn dribbling wat verbeterd wordt. Samen met zijn shooting. Heeft dat al 90 nee, afmaken. We gaan maar eens kijken in-game hoe die gaat spelen met dit team om hem heen. Ik ga maar even een squadfinish doen. En dan gaan we maar eens kijken wie de eerste tegenstander wordt. Ik heb oprecht 10 minuten gezocht. Maar ik kon niemand vinden op Division Rifles. We zitten dus nu in een single match. Maar zoals je ziet heeft dat niks te zeggen over de kwaliteit. Hij heeft 99 Pele. 99 Mbappé. Dus uh, ja, dit wordt een best lastig getasterd. We, we gaan maar eens kijken wat hij kan. Maar een team zal het niet liggen. Jezus, wat een team zeg. Ik heb nog nooit iemand gezien die op red 99 PLA he heeft of had. Ik ben ook benieuwd hoe hij hem heeft gekregen. Misschien heeft hij hem uh, gratis gekregen bij het uh, livestream-event ofzo. Of is hij op red gewoon het ziekgoed in FIFA? Ben ik nu keihard, de lul. We gaan er maar zo te komen. Bergkamp. Daar loopt hij dan, Baluta. 1,66 meter. Kleine man. De Dries Mertes van Slavia-Praag. En uh, we gaan eens even kijken of hij een beetje schade kan aanrichten. In ieder geval, uh, behendig is hij wel. Nou, dan gaan we naar Bergkamp met Butra -Gwenho. En dan loopt ook Baluta achter. Hij probeert alles iedereen om ver te lopen. Maar wordt daar flink aan de kant gezet. Want anders was dit namelijk gewoon één op één doorheen. Maar Santi Cazola steekt daar een stokje voor. Nou, Baluta kan je kopduel wel winnen. Het lukt hem bijna. Maar ik denk niet dat je hem moet gebruiken voor lucht Want hij ligt al uh, geblesseerd op de grond. Oké, okay, Butra door naar Vidal. Wat gaan we met Vidal doen? Uiteraard, de kleine beweging naar Baluta. En dan uithalen. Groene timing in de handen. Van Asenjo. Maar daar kwam hij wel al goed vrij. Hij speelde zichzelf ook goed. Vrij met behendigheid. Alleen ja, het lijkt niet een doelpunt. Nou, Bergkampi. Door naar Baluta. Dit is lekker. En nu de afmaken, jongen. Oeh, het scheelde niks. Maar hij speelde zichzelf weer goed vrij. We spelen ook nu iets aanvallender met hem. Ik wilde namelijk kijken hoe hij in de spits zou spelen. Maar vanaf de flank pak je net eigenlijk te weinig aanvallen mee. Maar dit is echt drama. Baluta speelt zich wel door het lekker vrij. Hij houdt de bal er ook goed van zijn mannetje af. Zoals je daar zag. Zijn uh, nee, nee, Die balans komt daar wel helemaal goed naar voren. Dus alleen dat we ja niet helemaal gebruik kunnen maken. Ze sowieso ook een goede tegenstander, heeft een goed team. En ja, dan wordt het ook lastig om doelpunten te maken. Maar hier zie je ook weer Baluta, zijn kracht en zijn lengte is eigenlijk geen probleem. Kan de bal goed bij zich houden en pakt daar ook de bal zelfs af. En in het doelpunt blijft er een beetje uit. Oké, okay, Baluta. laatste kant van de wedstrijd. Daar komt hij dan. En dit moet hem zijn. Oeh, nee, nee, het schild zo weinig. Timing was goed. Draait lekker weg. Je ziet het daar. De centerback komt niet bij het door de benen. Maar het is net geen doelpunt. Wel een corner omdat hij geblokt wordt. Alleen ik denk dat dit extra tijd gaat worden. Want hier scoren we inderdaad ook niet uit. En we moeten proberen een extra tijd door te gaan scoren. Mijn tegenstander heeft een rode kaart gekregen met Mbappé. Dat betekent, denk ik, dat dit 0-0 gaat blijven. Baluta staat nog wel aan de bal. Je ziet daar zijn uiterlijksvermogen. Hij kan het hele wedstrijd rennen. Zijn uiterlijksvermogen is dus ook helemaal geen probleem in de wedstrijd. En ik denk dat de meeste hem sowieso als super sub gaan gebruiken. Heeft de kans gehad. Niet gescoord. We gaan dus door naar wedstrijd nummer 2 en kijken of het daaruit wel gaat lukken. Want tegen deze man, ook al was het een heel goede speler, bleef het doelpunt nog wel uit. Mijn tweede tegenstander heeft een paar random spelers. Zoals Gila Vogui, eigenlijk niet op chemistry. En Ruud van gooide volgens mij de mid-icon. Dit moet een verdediging zijn die wel te penetreren is door Baluta. Gaan we gaan eens kijken of hij ook een doelpunt kan maken in deze wedstrijd. Dan laat hij skillmovies maar eens zien, Baluta. Hoppakee, daar is die 99 lenigheid voor. Kan zomaar even alles iedereen voorbij lopen. Draait zo eventjes om zijn as. Alleen Berkop kan er geen gebruik van maken. Maar dat was wel een goede individuele actie van Baluta. Daar loopt hij dan, Butra -Gwenho. Gaat dit het eerste doelpunt worden? Jazeker, we hebben eindelijk eens een keer gescoord in de video. Nou, en het moet komen van Emilio Butra -Gwenho. Helaas niet van, ja, uh, yeah, uh, Baluta. Maar dat moet hopelijk nog van komen. We hebben nog 17 minuten te gaan en dat doelpunt moet toch gaan vallen? We hebben de ruimte en daar loopt hij dan, Baluta. We kunnen ook een assist geven. Ik denk dat we voor de assist gaan even safe spelen op Bergkamp. Oh mijn god, hoe kan je die missen? Daar betaal je anderhalf miljoen voor. Ongelooflijk. Vind ik gewoon een beetje zielig. had gewoon een assist moeten zijn, zijn naam moeten krijgen. Dus ga ik ga nu gewoon nog een keer proberen. En het lukt gewoon weer niet. Het is echt onmogelijk. En uh, Ik weet niet wat Alice gehad heeft. Maar die pasta wil ik ook wel eens een keer proberen. Die man die stopt echt letterlijk alles. En met deze druk op start. Is dit dan het moment die ragequitje aan de verbinding verbroken. Ja, dat zou ik ook doen. Als Bergkamp zo'n kans weet te missen. Dat is echt belachelijk. Maar ja, we hebben wel weer een paar goede momenten van Baluta gezien. En daarop is niks aan te merken. Uh, ja, we hebben denk ik wel genoeg gezien. We gaan maar eens even naar de laatste momenten van de video. Even zijn spelers bespreken. Kijken wat zijn goede en slechte punten zijn. En uh, ja, het slotoordeel. Ik denk toch wel dat ik kan vaststellen dat Baluta niet bepaald de speler is die je in de eerste 11 moet doen. Als je al een budget hebt van iets meer dan 500k tot een miljoen. Dit is een kaart die ongeveer 10k kost. Hij presteert ook wel een beetje als een kaart die 10, 15k kost. Ja, dat wil ik niet zeggen. Het is een kaart die, denk ongeveer 50k tot 100k presteert. Zeg maar het is een kaart die heel prima is om in te brengen. Het is namelijk. Met zijn lenigheid, zijn vier sterren skills en vier sterren week foot gecombineerd met balans en kracht. Oprecht een heel goede speler. Ik vind dat hij beter presteert dan ik had verwacht. Er staat drie wedstrijden, 0-doelpunt, 0 assist. Maar ja, dat, dat krijg je als Bergkamper helemaal niks van kan. En als je tegenstanders in één keer PLA hebben en Team is. Dat je dus alle kansen ziet smoren in de verdediging. Het lag voor een groot deel niet aan Baluta. Of uh, ja, als ik het helemaal compleet verkeerd heb uitsproken deze hele video. Sorry aan iedere persoon die mijn video kijkt die Roemeens is. Maar ja, uh, hij heeft heel veel goede punten. Zijn lengte vind ik oprecht geen probleem. Hij is sterk en met zijn balans kan hij mensen prima van de bal houden. Hij heeft een goed angstvermogen, zagen dus de eerste wedstrijd En na extra tijd kan hij nog eigenlijk heel erg goed rennen. Dus als spits, aanvallend mid, rechts, maar die kan hem prima inbrengen. Als wissel is hij heel goed. En met vier sterren skills en 4 sterren weakfoot is hij eigenlijk een beetje van alle makten thuis. Het enige wat ik een beetje met hem heb, is dat zijn shooting niet zo goed is op zijn kaart. Staat 86 afmaken en nee, dat met de sniper. Daar geloof ik niet zo heel veel van. Dan had ik namelijk wel iets meer gescoord, denk ik. Maar het is zeker wel capabel. Hij is zeker wel in staat om een balletje af te maken. Zijn passing is goed. Zijn visie is sterk. Zijn dribbeling en zijn lange korte paas zijn eigenlijk ook heel erg naar behoren. Uh, ja, vooral eigenlijk zijn lenigheid is gewoon heel lekker. Het is een beetje de Lozano die wat kleiner is. Hij speelt heel lekker. Is heel glibberig. Dat merk je wel als je hem zelf unlockt. Maar het moraal van het verhaal is om een live kaart te kunnen unlocken voor 10 tot 15k. En wanneer je die mogelijkheid krijgt en je hebt zelfs al een paar kaarten in je club waardoor je de kost wat dan laag kan halen. Is het eigenlijk geen twijfel over te bestaan dat je deze kaart moet halen? Hij is ongelooflijk helemaal voor de prijs. Het is misschien geen basisklant, maar wel een heel erg goede voor eventueel gewoon een SBC als je een keer een special card moet inleveren. Of uh, ja, een ander scenario waarin je misschien nog een supersub nodig hebt. Ik ken zo nog genoeg mensen die daar nog goede spelers nodig hebben. En daarin vervult hij prima zijn rol. Kortom, Baluta, waarde voor zijn geld 10 uit 10. Zijn absolute waarde als speler. Ja, 7,5, 8 op dit punt. De FIFA zijn er wel betere opties. Maar voor zijn coins is je het meer dan waard. Hiermee zijn we ook bij het einde van deze video. Wil ik je graag bedanken voor het kijken. Vergeet niet om de video te liken als je hem leuk vond. Je kan nu ook naar mijn andere video's kijken. Links boven zijn mijn meest recente video, Rechts onder een random video. En in het midden de abonneer knop. Ik hoop je te zien bij een van die video's. En tot die tijd zeg ik later mensen.